Ze zijn hier allebei al eens geweest. Torre, zanger van De Staat, en Roos als frontvrouw uiteraard van Roastbeef. Vandaag zijn ze samen in verband met De Speeldoos. Een album met erop 6 nummers, waarvan de teksten van de liedjes zijn gebaseerd op gedichten van verstandelijk beperkte cliënten van zorgorganisatie Dichtbij. Welkom, Roos en Torre. Een prachtig speeldoosje is het ook. Even kijken of dat blijft altijd. Afijn, jullie hebben allebei ontzettend veel, ja, ik vond het niet helemaal over geloof ik, maar maakt niet uit. Gedichten gezien. Stapels, stel ik me zo voor. En daar moest een selectie uit gemaakt worden. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Lezen. En dan kijk je welk gedicht je aanspreekt. Ja, en of het al een liedje is. Ja, zo doe ik het meestal. Hoe heb jij het gedaan? En dan blijf ik toch nog even plagen. Allebei lezen. Of Torre leest, Roos leest, leest voor, et cetera, et cetera. Ja. Ja. Gedichtje wat, het liedje wat jullie gaat zingen gaat over de dood. Is geschreven door Nadine, en die zit hier. Marjolein zit hier ook. Ze hebben allebei een liedje geschreven. En Nadine heeft dus een liedje gemaakt. En konden jullie dat één op één zingen? Ja, het liedje wat wij nu gaan zingen, dat is inderdaad van Nadine en Frank Ammelaan. Ja. Dus daar hebben we eigenlijk twee gedichten die we heel mooi konden combineren. Nee, we hebben eigenlijk niks aan toegevoegd. Mooi. Is Nadine, waarom een gedicht over de dood? Ja, omdat ik heb zelf ervaring mee, omdat mijn opa is er dood gegaan. Ik dacht, ik moet het openbaar maken. Ik wil dat iedereen het weet. En iedereen meemaakt van de eigen familie. Heel goed. Mooi. En het was zo mooi dat Torre en Roos hebben gedacht, dat gaan we eens mooi muziek bij maken. Daar gaan we eens een mooi nummer van maken. En dat gaan we nu horen. Ja, dat klopt. We gaan het spelen. Je gaat spelen. Zo is het ook maar net. Kom op maar. Yeah. Ja. Snap het wel. Zand uithalen, filmpje maken, bloemtekst leggen, kist begraven, zand opleggen, dat is alles. Mijn opa is ook verbrand, dat hoort een beetje bij mijn familie. Want niks aan de hand, mijn opa is ook verbrand, dat hoort een beetje bij mijn familie. Want het is al vaker gebeurd, iemand dood, iemand dood. Het is al vaker gebeurd, iemand dood, iemand dood. Het is al vaker gebeurd, iemand dood, iemand dood. Het is al vaker gebeurd, iemand dood. Yes! Corre en Roos en Ben zijn op 10 december live te zien in De Groene Engels in Os. En het album is te bestellen via despeeldoos.com. Straks!